Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering. Dit is een DC special, een Disney Cross special. Dit is zo lang niet gebeurd en ik zie hier wat staan op het bordje. En ik ga je dadelijk wat meer over uitleggen na de intro. Okay, people, let's go to work. Nou, jullie weten allemaal waar dit zit. Dit zit natuurlijk het Info Disneycraft kiosk. Balietje was vroeger ons station. Maar nee, het is gewoon hetzelfde. Het is gewoon gekopieerd. Nee, we hebben dit gekopieerd omdat we een info balie wouden maken. Omdat er achter het parkeerterrein zit. En dit is de ingang om te lopen naar de studio's en Disneycraft zelf. En daar zien we Jeffrey. Hallo. De koala loopt hier. Nou, deze deur staat open. Gewoon even voor bezoekers. Heel weinig mensen weten het. We gaan het ook niet vertellen. Maar als je deze video hebt gezien, weet je dat de deur gewoon open staat. En als ik even naar achter vlieg, kun je dus naar de Build Challenge. Waar we, dat weten jullie inmiddels wel, ja, wat het is. De arena is die kant op. Ga je langs Buzz Lightyear, zoals ik Biebs laat zien. En links zijn de kantoren in Disneycraft die eigenlijk nog helemaal niet open zijn op dit moment. Maar die gaan wel binnenkort open voor het publiek. En dan kan jij zien van hoe en wat er allemaal is gebouwd. Ik loop even die kant op, want er is namelijk iets nieuws waar ik nu aan ga bouwen. En dat in een niet-Disneycraft aflevering. Dat is de DC Races. En wat dat inhoudt, dat worden races. Een soort minigame, maar dan tussen medewerkers voor video's. We willen zo min mogelijk plugins gebruiken, want we hebben al heel veel plugins gebruikt in Disneycraft. En wij hebben een plugin, NPC. En NPC kan je dus de poppetjes maken die je ziet. Citizen heet het, dus we geven dit keer gewoon een gratis plugin weg, maar die is algemeen wel bekend. Citizen kan je dus poppetjes mee maken. Ik ga eerst dit gebied even opvullen. En dat ga ik doen met hekjes, dat je weet dat het afgesloten is. En dan maak ik er af en toe gewoon drie zo. Twee, drie. Je ziet dat het pad ook hier verandert. Ander pad, niet schrikken. Zo, ik maak gewoon... Weet je, dan weet je dat het afgesloten is. En dan maken we hier gewoon wat bomen. Nou, ik pak de arrow tool. En dan zeg ik een command. Dan gaan we gewoon weer wat grote trees plaatsen. Ik denk dat ik gewoon hierheen wil. Kijk eens wat een grote knoepert. Ik noem het zo gewoon grote knoepert. En hier doen we nog één. En hier doen we ook nog zo'n grote knoepert. Nou, ik wil natuurlijk wel wat kleine knoeperts. Knoepertjes noem je het dan voor mij. Knoepertjes. Hoe kom ik op dat woord knoepertjes? Fuck, ik ga. Nee, ik plaats hier een paar knoepertjes. Zo. Gelijk ook de titel van de aflevering. Dat moet gewoon. Ik ben nu verplicht om knoepertjes te noemen. Birch. We gaan ook even kijken. We doen ook Dark ook. Want dat vind ik op zich gewoon echt. Dat weet u inmiddels ook. Dat is gewoon een schitterende boom. En ik maak hier gewoon een klein bosje. Gewoon, ja, dat is gewoon logisch. In DC moet je bosjes hebben. En die bomen die vullen dat lekker groot op. Zo. Het fijne is dat je hier kan je niet echt verder komen. Je kan wel hier doorheen, maar dan zit je nog echt heel erg vast. Haast niet. Je kan hier naar beneden toe. Wat we ook nog binnenkort verder gaan afwerken, nog mooier. Met leuke lichten binnenin. Dan ga je onder de weg door en dan kom je eigenlijk bij dit gedeelte. En dat ga ik nog bewerken. En daar gaan we dadelijk DC-races maken. In dit grote gebied wat niet wilt laden door... Weet ik niet door wat. Vraag me niet zulke moeilijke vragen. Kijk, hier zo. Hier gaan we nog kijken van een hoop gebied. Hier gaan we die races maken. Superleuk. Ik vlieg weer even als een noodvaart naar Donald Duck. Het standbeeld niet te missen, heel groot. En jullie weten het, ik ben helemaal gek van Donald. Ik vind het gewoon het beste karakter ooit. Hij is gewoon ondeugend en leuk. En hij gedraagt zich, wij zijn natuurlijk naar Disneyland geweest. En ook in Disneyland gedraagt hij zich heel ondeugend. En dan was hij met een medewerker was hij aan de kleren, joh. Ja, en dan wel leuk kleren, hè. Niet stout kleren, maar gewoon leuk kleren, zeg maar. En... Ja, hij was een beetje boos aan het doen naar die medewerker. Donald Duck is natuurlijk wel een aardig boos en chagrijnig karakter. Dat weten de meeste mensen niet. Want je ziet hem altijd vrolijk en zo, maar eigenlijk stiekem is hij dat niet. Vind ik op zich wel niet... Ja, ik vind het niet jammer. Omdat je ziet hem toch altijd vrolijk. Dus het heeft geen nut dat hij zeg maar chagrijnig wordt. Maar ja, hij kan zich vrij veel aan dingen storen. Ik lees nu ook Donald Duck boekjes. En daarin leer je dus ook het karakter beter kennen. Dat klinkt misschien raar. Kijk, strips zijn natuurlijk niet de sterkste, langste verhalen. Maar ze weten toch altijd wel om een heel leuk verhaal in een klein 18 of 20 pagina's te beschrijven. Dat vind ik zo bijzonder aan die Donald Duckjes. Er zit echt een mind achter, een gedachte van die mensen. Die zijn gewoon wonderlijk. Ik zal me niks verbazen als die gewoon een Disney licentie op hun buik hebben getatoeëerd, weet je wel.
Gewoon kijk mij die tattoo hebben. Ik hoor gewoon officieel bij Disney. Want ik kan gewoon die beste ideeën bedenken. Voor zowel het park als gewoon die stripboekjes. Je hebt natuurlijk die pocket edities. Hè? Die zijn zo makkelijk om mee te nemen. Er staan echt gewoon 140 pagina's in. Met allerlei YOLO verhaaltjes, weet je wel. Die gaan over niks. En uiteindelijk komt het altijd goed. En dat is net als bij films. En het komt altijd goed. Het zou misschien ook eens leuk zijn als ze een film maken en dan komt het gewoon niet goed. Dat iedereen sterft op het einde. Nou, er zijn wel films hoor. Er zijn films die dat hebben. Ik kan er één noemen, maar dan spoiler. Dan geef ik een spoiler. Maar ik doe het toch. The Mist. The Mist is een film van Frank Darabont uit mijn hoofd. Een verhaal van Stephen King. Een horrorschrijver. Jongens, wat een informatieve video dit. En die film is eigenlijk een beetje triest op het einde. Maar wel ontzettend gaaf om gewoon een keer te kijken. Dus heb je zoiets van, YOLO, ik heb niks te doen. Ik zit hier op Disneycraft. Kom dan gezellig eventjes, ga voor de buis zitten. Voor die oldschool buis, weet je wel. Ja. Ik maak hier een hekje langs de weg. Zoals je ziet is het nou opgevuld met bomen. En we gaan eigenlijk een ingang maken naar DC Races. Ja, DC Races. Het is toch wat. Huppakee. Ik zie dat ik hier nog wel wat aardig moet wild hebben. Wat is dat gat hier? Wat? Oh, goed zo. Verdwijn maar, hè? Ja, doe maar zo. Doe maar zo. Wacht maar. Ik kom wel terug. Ja, nu staat je daar wel een beetje doorzichtig te zijn. Maar als ik naar je toe kom, dan verdwijn je. Zijn ze bang? Ja, dit is het leukste werk wat er is, maar niet heus. Opvullen van pad. Voor mij is het ook een externe hobby, geloof ik, dit doen. Het is vreselijk om te doen, mensen, ik weet het. Maar het moet er wel mooi uitzien, de pad. Ik moet niet zeggen, ja, vind je, wat is dit nou? Je bent een blokje vergeten, dat wil ik niet, hè? Maar we zijn er al. Als je gewoon even lekker doorbabbelt en werkt, dan krijg je heus wel een beetje het pad goed. Kijk, nou ziet het er beter uit. Hartstikke leuk, hartstikke fijn. Zo weten we dat we goed bezig zijn. Dit kan ik natuurlijk ook sluiten. Ik dacht eerst, we laten ze oversteken. Maar dat is gevaarlijk bij auto's. Daarom ook dit idee van lekker onder de grond. Ondergronds. Misschien leuk om hier een boogje neer te zetten zo. Ik denk dat dat nog leuker eruit ziet. Ik vind het nog wel een beetje kaal. Het is gewoon een eigen idee hoor dit. En dan pak ik stone. Of pak ik gewoon een houtkleur. Ik pak gewoon een keer een houtkleur. Ik houd wel van dat. Hier zijn nog ook twee. Zie je het? Ook wel leuk zo, hè? Twee poortjes. Leuk. Nou, blablabla. We gaan door. En we gaan een ingang maken voor deze races. Het lijkt me leuk om het stadion even hier wel wat bomen in te zetten. Want ik vind dat we hier nog genoeg plek hebben. En dat ik het niet gelijk hiernaast hoef te doen. Dus, Vincent, wat ben je van plan? Ik ga wel wat bomen inzetten hier om dat plekje een beetje op te vullen. En dat hoeft niet te... Kijk, zo makkelijk gaat het, mensen. Mensen denken van, Vincent, waarom doe je zo lang over om zaadjes... Ben je echt zo lang bezig om zaadjes te planten van bomen? Nee, dat ben ik gewoon totaal niet. Dit is gewoon de beste manier. Je plaatst gewoon wat birchbomen. Ik weet dat er nog veel meer soorten zijn, birchbomen. Ik plaats gewoon big trees en die vullen altijd wel aardig veel op. Maar nu wordt het lastiger om natuurlijk je bomen neer te zetten... omdat je natuurlijk steeds minder plek krijgt om de bomen neer te zetten... Zo, ik zet ze gewoon hier tussen neer. Hoppakee. En dat vult gelijk weer op. En natuurlijk ook, hier wonen ook mensen. Hè? Dat is een uitspraak wat mijn moeder altijd vaak zegt. Bovenop wonen ook mensen. Als je bijvoorbeeld je rug niet wast, dan zegt mijn moeder dat altijd. Ja, een beetje ruimer. Moeders hebben eigen uitspraken, hè. Dat is zo. En dat is een soort van, ik weet niet of het vrouwenlogica is of moederlogica. Het is een van die twee dingen. Moeders hebben altijd gelijk ook. Daar kan ik ook niet tegen. Weet je, als je wel iets ondeugends hebt gedaan, weten ze precies wat je hebt gedaan. Je hoeft niet eens, alleen al aan je blik in je ogen. Ja, maar ja, daar kan je niks aan doen, mensen. Je moet gewoon altijd eerlijk zijn. Dan hoef je ook niet te ergeren dat je moeder het weet. Zo, hier zo. Nou, kijk, in dit aparte gesprekje wat we net hadden, heb ik nu wat dark oaks geplaatst. En nu wordt het een beetje een bosje. Ik wil nog wat bomen tussen plaatsen, maar we hebben nu wel aardig wat bomen neergezet. En de voorkant wil ik er nog een paar kwijt. Maar jongens, ik wil gewoon even af en toe wil ik gewoon even mijn ei in jullie kwijt. En dat kan op verschillende manieren.
Ik pak deze fanshackies. No offense. Maar ik neem deze helemaal mee achter. Ik plaats hem, ik zet van de word edit. Ik ga weer helemaal terug naar achter. Ik zeg set. Eén keer set. Fans, alsjeblieft. Kijk eens, een hele rij, een hele mijlpaal is er gezet aan fences. En hier zetten we natuurlijk stoombrikjes. Alsjeblieft, stoombrikje hier, stoombrikje daar. Deze races, ik wil een ingangspoort hebben. Nou weet ik dat ik verschrikkelijk moe ben en lui nu. Dus ik ga gewoon even op kijken of we een poort kunnen vinden in Disneycraft. Die we eventueel kunnen gebruiken als poortingang voor de DC races. Is dat een beetje triest? Nee toch, dat zal toch niet? Ik vind het niet goedkoop. Het is op zich gewoon een normale oplossing. Houdt wel een beetje de DC-stijl. Ik kijk eens even wat we hebben gebouwd allemaal. Ik kan ook gewoon het hele kasteel kopiëren. Nee. Dat gaan we niet doen. Ik kijk altijd meteen naar de mooiste sprookje of de mooiste gebouwen. En dat vind ik toch al een van de mooiste gebouwen, vind ik toch deze. Ja, ik weet niet, maar ik vind het gewoon prachtig. En dit vind ik ook een heel leuk torrentje. Ik ga gewoon even door Disneycraft. Ik vind het ook een leuk gebouw. Ik denk dat ik de Donalbaan gebruik als torrentje voor ingang. Vraag me niet hoe ik het ga doen, maar ik ga het doen. Let op. Of vraag me niet... laat maar. Vraag me gewoon niks. Hij moet hoger, Vince. Zit er iemand in de Donalbaan? Nee, het is niet zo druk op de server. Niemand zit in de Donalbaan. Geen interesse voor Donald. We gaan naar achter. En dan selecteer ik een gedeelte van het gebouw. Ik wil niet alles selecteren. Oh, er zijn mensen in de Donalbaan. Ik zie mensen lopen. De boompje is ook leuk gedaan trouwens. Ik denk dat ik hem vanaf de grond moet selecteren. Dus ik denk dat ik hem hier selecteer. Even kijken. Boompje weg. Zo. Even kijken hoor. Dan ga je roteren, want we zitten natuurlijk op die kant. Iemand zegt, heel raar, ik ga even reageren op iemand. Moet je je medewerker verdienen of moet je doneren? Nou, echt niet doneren. Dat is gewoon niet, gewoon, dat mag gewoon nooit zo worden. Duidelijkheid voor iedereen. Mocht iets Bobby hier in deze video zien, dan weet hij zeker dat hij die vraag niet nog een keer hoeft te stellen. Dat is natuurlijk belachelijk als je een rank moet kopen. Een medewerkerrang dan, hè. Dat zou stom zijn. Even kijken. Dit ziet er leuk uit als gebouw. We gaan het wel een beetje veranderen dat je denkt van, hey, was dit nou een dodelbaan? Nee, dat was het niet. Ja, jullie weten het nu je de video hebt gezien. Oh, dat is wel een beetje jammer dit. Jongens, ik heb dit niet gekopieerd van de dodelbaan. Totaal niet. Ik vind het wel heel leuk dat je nu eigenlijk... Oh, die ene kopjes heeft hij ook gekopieerd. Wat schattig. Ik vind het wel erg leuk dat je zeg maar... Dat dit naar onder loopt. Ik vind het nog wel leuk, joh. Maar dit is de ingang naar DC races. Echt heel schattig. Ik vind het leuk. Dat je zo'n trappetje afloopt vind ik nog best wel aardig, joh. We doen een brik. Vind ik wel een leuk pad. En dan doen we hier doen we stoombrik. Ik weet niet of het gaat staan. Je moet altijd eerst iets bouwen voordat je... Ja, dat ziet er leuk uit, mensen. Ik kan ook stoom doen, maar ik vind stoombrik nog heel leuk staan. Ja. Wat is dit? Oké. Okay. Onzichtbare grasprieten worden vernomen hier in de server. Helaas. Dit moet natuurlijk ook aansluiten, dus we doen dit een beetje leuk zo. Kijk eens. Wat bloemetjes. Ik vind het nog best leuk staan. De grond is natuurlijk verlaagd. Of we doen gewoon even... Ik zit te kijken hoe ik dit ga doen hoor, mensen. Misschien wordt dit gewoon gras, maar dan... Moment. Ik moet even kijken hoe het eruit ziet hoor. Haha! Zo doen we dat. Jullie dachten van, die gaat het nooit doen? Sowieso wel. Kijk eens. Ja. Dus even wennen. En dit gaat ook allemaal verwijderd worden. Dus dit mogen geen bergen meer worden. Weg met de bergen. En natuurlijk zal dit ook verdwijnen. Dit, wat is dit? Oh, Soul Sand was dit natuurlijk. Ja, ik vind Soul Sand sowieso helemaal niet mooi staan. Hij heeft ook een deel van de Donalbaan natuurlijk gekopieerd. Maar je loopt natuurlijk geen achtbaan in, dus dat slopen we ook. Het gaat enkel om het gebouwtje eigenlijk. Oh, hij heeft natuurlijk ook alle bordjes gekopieerd. Alle redstone en weet ik hoe dat ding in elkaar zit.
attracties moeten worden best wel lastig in elkaar gezet af en toe. Wat zou de server zijn zonder plugins, hè? Totale ramp. Zo. Dit mag ook, het moet even in de vlakte. En dan gaan we de Soul Sand gaan we veranderen in een andere kleurken. Gewoon in een andere kleurken. Ik ga ze even wat selecteren, zo. En... even kijken. Dan zeggen we... replace Soul Sand met stone. Nou, dat ziet er toch op zich wel beter uit dan eerst. Toch? Ik vind het wel. Nou mensen, ik wil hier de video bij laten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En gewoon weer eens even een Disneycraft special. Heeft lang geduurd. Ik dacht, ik ga het gewoon eens even opnemen speciaal voor jullie. En hopelijk geef je ook hiervoor een groen duimpje. En tot de volgende keer. En misschien, wie weet, hebben we volgende keer wel weer een nieuwe Disney special. Doei doeg!